out there, don't you? Aflevering 3 hier al zeker? We gaan dat niet hier doen, hè, want dat begint hier al een broemstrooitje te worden. Ik ga jullie nog denken, die gaan hier eens anders filmen. Nu kunt wel iets. Houd alle vast, hè. Hier is het wat rustiger. Vandaag wil ik het eens hebben over hoe dat je droneshots professioneler kunt maken met 5 simpele tips. Of voordat ik die 5 tips geef, hero! Ja, hier staan we naar je. De eerste tip is heel simpel, dat is voor te filmen tijdens zonsondergang en zonsopgang. Omdat je dan het schoonste licht hebt, golden hour, gelijk dat ze zeggen. Gebruik maken van ND-filters. ND-filters gebruik ik om, denk ik, maar vasthouden aan de regels. Shutter speed, 2 keer de snelheid van uw frames per seconde. Dat wil dus zeggen, als ik 24 frames per seconde film, denk ik een shutter speed van 1/50ste. Even tussendoor. Dat is wel zot, hè, met die titel. Je kunt ook effecten toepassen. Bijvoorbeeld vertico effect. Digitaal zoomen is dat eigenlijk. Een voorvliegt, in- en uitzoomt digitaal. Dus dat krijg je echt speciale effecten. Waar je goed op moet letten, dat is rustige bewegingen maken. En niet snel draaien, want daar word ik persoonlijk, als ik een filmpje zie, misselijk van. Dus je moet proberen rustige bewegingen te maken. Maar hetgeen dat ik ook persoonlijk ga doen, is korte clipjes voordat ik begin te filmen. Ja, kijk ik rond. Wat kan ik filmen? Wat is er interessant voor te filmen? Zo bespaar ik ook geheugen dat die met een drone zit. Hè. Ik kan niet blijven opnemen. En ik heb ook geen goesting voor achteraf een film. Ai, een clipje van 10 minuten voor daar stukjes uit te zoeken. Nee. Ik film persoonlijk ook in D-log. Dat wil zeggen dat je dat moet color graden. Maar mijn klote, zie. Moet je eens even bekijken, zie. Ik weet niet of je het kunt zien. Echt, hè. Klote zee! Van hier tussen de muggen. Waar waren we? Color grading. Film in D-log. Dat wil zeggen het hoogste dynamische bereik in hooglicht en schaduw. Dat je dat ziet. Hey, nu film ik ook in D-log. Ik zal eens laten zien wat het verschil is. Hè. En dingen. Hè. Cinema baren boven, hier beneden. Je hebt ook altijd meer filmisch. Cinematic zal ik maar zeggen, want als je cinematic vertaalt naar Nederlands, dan is dat, dat trekt ook geen quote. Hè. Dat is filmisch, ja, moet ik dat zeggen. Dichtst ben, ja, gelijk in de cinema, hè, cinemabeeld, echt het film, de videoervaring, filmervaring. Een oorlog ontdoen, denk ik. Ik hoop dat je iets hebt met deze tips. We gaan nog wel zien wat er verder gebeurt, zeker? Hé? Hey. Naar beneden. Hé? Hey. Om die trappen. Maar vooral is er een kortere manier. Voilà, dan moet je gewoon al die trappen niet doen. Dat zou eigenlijk toch wel te zot zijn dat er een manier is. Ik... Hup! En je... Wacht eens even. Ik kan eens iets proberen. Dat zou toch gewoon echt te zot zijn, hè? Nee? Hopelijk dat je misschien ziek bent, nog een beetje zoeken in stijl, qua edit en zo. Er zit iets in mijn schoen, echt. Steentje! Ja, waar waren we? Ik kijk af en toe eens tegen de helm te klappen. In het openbaar. Alleen in het openbaar. Ik sta hier op de boerenboten, met een paard, echt. Ik ga lopen. Dus dat hier toch? Waarom zit ik op YouTube? Ja. Gasten. Peace.